Wagyu. Wagyu, omdat het het allerlekkerste vlees ter wereld is. Noem het zomaar een evenement, hebben we de Jour de Wagyu georganiseerd. En dat betekent eigenlijk vanaf de lunch tot vanavond dat we allemaal Wagyu demonstraties hebben. We zijn begonnen met een VIP lunch met top Michelin chefs. De eerste indruk van het werken met Wagyu beef is eigenlijk dat het best wel makkelijk is. En dat heeft er alles mee te maken dat het zo nobel is, het is zo mooi, dat je weinig eraan hoeft te doen. Het heeft veel smaak, het heeft een mooie textuur, het is een beetje vet is het. We gaan zo meteen door naar een masterclass Japanse slagerskunsten. Japanners hebben andere snijtechnieken, super interessant om te leren. Het speciale van Wagyu vlees is de textuur. Er zit een hele fijne textuur in die heel zacht is, die heel smooth is, die eigenlijk niet vergelijkbaar is met andere vleessoorten. Je hebt eigenlijk ribeye steaks die je eruit haalt, biefstukken, je hebt wat wij noemen de nikutori die je eruit kan halen. En dit zijn bijvoorbeeld een soort vergelijkbaar als ossehaaspuntjes. Kan je hier dus hele mooie kleine mini-steekjes kan je van maken. Het mooie daarvan ook is dat het een bijzondere gezondheidswaarde heeft. Het heeft een hoog gehalte aan oliezuur. Dat is een mono-onverzadigd vetzuur. Dat kun je beter eten dan verzadigd vetzuur. Dan gaan we door naar de mini-fair, want dan hebben we ook dorst gekregen. Dan gaan we Japans biertje drinken, sake proeven. We gaan Japanse groenten bekijken. Alles wat we shogu, dat is dus Japanse voeding, bijzonder maakt, vieren we. Ik werk eigenlijk al langer met Wagyu dan de leverancier hier krijgt. Ik werk met Kobe beef en ik ook met Hira beef. Het mooie daarvan is dat ik in beide restaurants, in mijn 1-sterrenzaak en in 2-sterrenzaak, werk ik heel lang eigenlijk met Wagyu beef. Ik ben zelf ook SVO-slager, dus ik weet een beetje hoe het daarmee moet gaan. Er gebeuren altijd bijzondere dingen weer door Wagyu bij Nice to Meet. En we zien dus dat we nu door heel Europa inmiddels Japanse Wagyu op de kaart krijgen. Maar wat we ook zien is dat we het toegankelijker maken en goedkopere delen ook zijn plek krijgen. En daardoor mensen makkelijker het kunnen proberen.